Zover kon ik me herinneren, de oorlog bestond altijd. Mijn eerste herinneringen, persoonlijke bewuste herinneringen, waren vlucht van Lodz op de vrachtwagen onder de grote balen stro. Toen was ik 4 jaar. Toen was begin oorlog en het begin van mijn bewuste herinneringen. Sensitive subject. En als voorbeeld daarvan, Holocaust. Ik dacht, dat is iets, kan ik niet begrijpen. Holocaust als sensitive subject, als gevoelig onderwerp. Iets dat ik persoonlijk zo intens heb doorgemaakt. En wat volledig mijn leven in de eerste periode van mijn leven en dan met mij miljoenen anderen heeft bepaald, is gevoelig onderwerp. Holocaust als lastig onderwerp om les te geven, dat lag buiten mijn begrip. Dat is een van de aanleidingen geweest voor het symposium van vandaag.